nou eens een leuk shirtje. Die zou zo mooi bij je ogen passen. Vind je? Ja, joh. Doe die eens aan naar school. In plaats van altijd maar die eeuwige grijze trui. Vroeger, toen ik jong was, deed ik juist dit soort kleren aan om een beetje op te vallen, weet je wel. Ik wilde gewoon net wat anders uit. Ze snapt niet dat als ik dit naar school aandoe, ik fucking hard word uitgelachen. Het is niet meer zoals vroeger bij haar. Ralf. Aanwezig. Fee. Ja. Kimberly. Ja. Chris. Ik weet niet waarom ik het gevoel heb dat iedereen altijd op me let. Ik krijg van anderen een soort oneindige staar. Ga je vanavond naar Sims feestje? Nee, ik denk het niet. Bro, hoe ben je zo? Je bent uitgenodigd. Ik ben uitgenodigd. Ralf is zelfs uitgenodigd. Ja. Sorry, maar ik snap juist niet waarom je niet gewoon zo gaan. Het wordt sowieso gaande. Ja, ik weet niet. Het is gewoon saai dat slet. Ga je drinken vanavond? Ja, tuurlijk. Ik moet wel gewoon om 12 uur thuis zijn van mijn vader, maar ik kom maar goed. En jullie? Sowieso, man. Ja, een beetje. En jij? Schat, pas er nog meer bij. Bij elke hap voel ik de ongemakkelijkheid mijn maag inglijden en de ogen in mijn rug prikken. Waarom is elke beweging die ik maak niet normaal, maar raar? De les is al begonnen. Zal ik een vee proberen te halen? Ja, doe. Welke smaak ga je halen? Grape is kanker lekker. Ja, is wel lekker. Of niet. Chris, ga gewoon mee naar Sam's feestje. Het is leuk. Nee, ik wil niet. Ik ga niet. Ik snap juist niet waarom we niet gewoon zo gaan. Je snapt het niet. Ik kan dat soort dingen gewoon niet. Echt niet. Jij denkt altijd maar dat jij de enige bent die problemen heeft of onzeker is. Maar guess what? Iedereen is onzeker. Liv en Noor zijn ook onzeker. Ik ben ook onzeker. Iedereen. Het ding is, Chris, je durft niet verrast te zijn. Je durft niet te haten, niet dankbaar om van aardig te zijn. Maar het allerdomste is nog wel, je durft geen eens liefde te geven. Terwijl je er zoveel van hebt. Het is niet verboden om lovend naar jezelf te kijken. Je hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te maken. Maar wat je moet weten is, je bent niet anders. Je bent jong en je leert om te leven, maar dat doen we allemaal. Kijk maar eens om je heen. En toch blijf jezelf maar verteerbaar maken, zodat het makkelijker is om leuk gevonden te worden. Maar iedereen zal blijven praten en een mening hebben. Omdat zij ook allemaal jong en dom en onzeker zijn. En met de tijd word je steeds beter in het leren van bestaan. En begrijp je dat als je echt gelukkig wil zijn, je soms gewoon moet zeggen, ewaja, boeien. En dat gewoon goed is. Klaar. Waar ik ga, je kan niet volgen. Wat ik moet doen, je kan niet een deel van. Is dit niet te hoerig? Nee, het kan wel. Het staat je juist goed. Echt? Ja, echt. Oké, maar dan moet jij ook wat leuks aan. Ralf komt, hè? Maak me nou please niet banger dan dat ik al ben. Ik heb al wat voor je schat. Serieus? Ken je dat zware gevoel in je buik? Dat je niet weet of je nou echt ziek bent of gewoon bang? Dat je van binnen maar blijft schreeuwen, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. En je jezelf het liefst voor altijd opsluit op je kamer, in je bed, onder die warme deken? Ja, dat gevoel ga ik vandaag negeren. Voor het eerst. Alle ogen die op mij liggen zijn meer bezig met zichzelf dan met mij. Ik ben slechts een vergelijking van henzelf, als die ogen überhaupt ooit gekeken hebben. Vanavond wil ik begrijpen hoe het voelt om echt te bestaan. Wel aan dan?
Doe jij maar. Oh ja. Boeien. Elke wijk die heeft motordealer. Ik ben op cocaïne. Ik moet mijn brood verdienen, broeder. Niks veranderd, ben gewoon met dieven. Ze haten mij of ze tonen liefde. Kom ik bij die toonbank, beter toon je brieven. Het is niet voor niks dat we school verlieten. Ik hoef geen kind, dagverblijf is te duur. Vandaar dat ik hele dag verblijf in de buurt. Ik had zelden in de schuur, niet geen wijven in de schuur. Want zij niet, dat is duur. En wijven kunnen veel praten. Diepen jou weg en dan gebeuren inbraken. Kan niet tegen mijn verlies, broer, we moeten winst maken.